Yo, what's up mensen, Mark door Dynasty met vandaag weer een nieuwe video over een mogelijk cheap starter team voor in FIFA 17. Doe alvast een duimpje omhoog voor deze video als je het dan niet gedaan hebt. Als deze video ook weer de 1000 likes had voor middernacht, dan upload ik morgen weer. Want ik weet niet hoeveel de dag op reis, maar ik vind het leuk om te doen. Jullie vinden het nog steeds leuk en dat is waar het uiteindelijk om gaat. Voor deze keer doe ik de Bundesliga, want het was een comment die ik erg vaak voorbij zag komen. Nou, ik zag ook de Serie A en de Eredivisie veel voorbij komen. Dus laat vooral in de comments achter welke competitie jij het volgende hiervoor zou willen zien. En de meest gecommente reactie, die ga ik er proberen als volgende keer te doen. Dus ik weet dat ik er een paar heel veel zag, dus als ik er nu weer eentje extreem veel tegenkom, dan zou ik die als volgende doen. Wat je nu gaat zien trouwens is niet vanuit de demo of zo qua beeld. Dit is wat Jasper voor me heeft gemaakt. Zijn Twitter links al bovenaan in de beschrijving staan. En de ratings zijn natuurlijk ook niet definitief. Het is gewoon een random gok. Het zijn niet officiële ratings of zo. Het is niet gebaseerd op vorig jaar. Het is niet gebaseerd op eigen prestaties. Het zijn gewoon een rating. Het zijn niet brons of zo geworden. Daarom niet. Maar het is meer van neem die ratings niet te serieus. Maar goed, zonder al te veel gedoe, laat ik met het team beginnen. Nou, op doel gooi je bij Roman Weidenfeller. Jaar in, jaar uit wordt hij wat lager rated. Wordt hij wat slomer. En dit is op zich niet erg natuurlijk. Een slomer bij een keeper bedoel ik zeg maar zijn speed. Wat meestal bij keepers gewoon inhoudt hoe snel ze van de grond omhoog komen na de eerste redding. Dat is niet belangrijk. Wat heel belangrijk is, is dat hij meestal maar 350, 400 coins kost. En de reden daarvoor is omdat er zoveel goede keepers zijn in de Bundesliga elk jaar. Dat je meestal, als je een non-rare zoekt alleen, dan kun je vaak wel gaan voor Bürki of zo. Weet je, dat zijn de mainstream keepers. Dan is vorig jaar was dat het geval. En Roman Weidenfeller kreeg niet veel aandacht, wat ervoor zorgt dat hij wel een degelijke goede optie zal zijn. Dat is waarschijnlijk 78 of 77 graded wordt nu. De rol speelt steeds minder en dan is het ook begrijpen dat hij een downgrade krijgt. Hij is ook wel aardig oud. Dus ik zie hem wel als een goede startersoptie voor de plek van keeper in jouw Bundesliga team. Nou, de eerste centerback is Holger Badstube. Nou, deze man heeft al een paar jaar ongeveer dezelfde rating, een beetje 80, 81. En het jammer is dat als je al heel wat jaar Bayern volgt, de man is extreem getalenteerd. Maar ook nog vaker geblesseerd dan Arjen Robben. En dat is best bijzonder. Maar het is jammer bij hem. Maar hij behaalt wel vaak een degelijke rating. Hij is al vrij lang onder. Hij is nooit extreem snel. Vorig jaar zo'n 57 pace geloof ik. Maar wat goed aan hem is, is na het redelijk goede verdedigende stats, heeft hij 73 physical of zo. En hij heeft goede short en long passing. Dus als je een goedkope centerback zoekt, die niet al te snel is en goed is in de opbouw, dan is het handig om naar Holger Badstuber te kijken. Nou, bij de volgende hoop ik dat ik zijn naam goed te taal heb, is volgens mij Niklas Süle. Hij is in ieder geval de centerback van Darmstadt, die vorig jaar ook een team in season had toevallig. En ook al sowieso een winter upgrade, maar wij doen geloven dat hij of 75 of 76 rated zal zijn. Ik ga ervan uit dat hij goed is voor een starter team, omdat ik verwacht dat hij non-rare blijft. Als hij rare is, dan kost hij waarschijnlijk 650, 700 coins. Dat kan natuurlijk, maar voor 650, 700 coins kun je ook wel andere centerbacks halen. En ik hou het natuurlijk zo goedkoop mogelijk, hopelijk voor jullie. Dus ik verwacht dat er 75 of 76 rated zal zijn. En hij heeft nu al in de high 70s voor defending en physical. En uiteindelijk is dat wat je zoekt. Je moet niet te kieskeurig zijn qua pace in het begin. Het is vooral belangrijk dat je gewoon goede kwaliteit hebt op de plek waar je dat voor nodig hebt. Goede defending en physical is gewoon wat je moet zoeken in je centerbacks. En dat heb je dus waarschijnlijk met deze twee. Nou, de linksback plek ga ik voor Oscar Bent. Nou, linksback is ook een plek waar veel opties zijn, niet veel extreme goede. Je kent natuurlijk de enorm populaire, dat zijn Alaba en Rodriguez. Qua non-rares heb je er ook nog een paar. Je hebt die Chu van Dortmund, al weet ik niet of die er nu nog steeds zit. Je hebt Bernat. Je hebt, als je naar cheap kijkt, Kolasinac. Al denk ik dat die in het begin nog steeds wel aardig duur zal zijn, omdat heel veel mensen onderhand kennen. Hij heeft natuurlijk goede strength en pace en zo. En plus goede work rates, medium high. Dus vandaar dat hij niet echt heel goedkoop zal zijn naar mijn mening. En zo iemand als Bent wordt niet vaak op gelet, terwijl hij redelijk fijne stats heeft. Ik heb hem dit jaar een enkele keer gebruikt. En het is natuurlijk geen Alaba, maar hij doet het werk goed. Zie je hem als de wat nog cheapere variant. De reden dat ik niet voor Bernat kies op deze plek is, ondanks dat ik denk dat hij ook niet heel duur zal zijn, zal hij natuurlijk wel iets duurder zijn, omdat hij een hybrid heeft met zowel Xabi Alonso als Javi Martinez. En algemeen omdat hij Spaans is natuurlijk wat beter is voor hybrids. Dus Bent, goede allround stats voor een linksback. Dan ervoor zorgen dat zijn prijs waarschijnlijk laag genoeg blijft om te gebruiken in je startersteam. Nou, de rechtsbackplek ga ik voor Paul Verhagen. Nou, ik ga voor hem omdat hij Nederlander is, ben ik eerlijk in. Maar er zijn meer opties voor deze plek. Je kunt bijvoorbeeld gaan voor Schäfer. Maar ik weet dat veel van jullie denken, Mark, waarom heb je niet die rechtsback van Schalke? Althans, die was er dit jaar. Ik weet niet eens hoe die heet. Carioca, dacht ik? Not heel sure, maar wat het punt met hem is omdat hij vrij hoge pace heeft, nog zal hij waarschijnlijk niet inzitten. Nou, Rafinha vond ik dit jaar een geweldig betrouwbare optie, maar die zal in het begin ook nog wat duurder zijn. Want natuurlijk Brazilianen en Bayern, weet je, die link zal altijd nog wel iets duurder zijn. Misschien iets cheaper nu, omdat je hem niet meer kunt linken met Douglas Costa. Dus die hyperlink heb je niet meer. Douglas Costa is nu namelijk links midden. Dus ik zie Rafinha anders wel als een goede optie. Maar als je echt zeker wil gaan voor een lage prijs, dan is Paul Verhagen goed. Weet je, decent pace, dribbling, defending en physical en passing.
En dat is uiteindelijk gewoon prima. Plus hij heeft lekker hoge penalties, mocht je dat belangrijk vinden. Nou, de eerste sentiment is de 78-rated Czech Darida van Hertha Berlin. Nou, de reden dat ik denk dat hij nog steeds cheap zou zijn is, niemand let op hem. Niemand let op hem. Dat is zo'n goed iets. Weet je, hij speelt bij een niet extreem opvallende club wat betreft fut. Terwijl hij al redelijke stats overlegt. Hij heeft qua alles gewoon redelijk betrouwbaar. Ja, hij excelleert in niks. Maar hij is betrouwbaar. En waarschijnlijk kost hij wel 400 coins. En 400 coins is belachelijk weinig voor een 78-rated centimid. Die gewoon in de Bundesliga speelt. Hij zal met niemand echt goed linken. En dat is misschien maar beter ook. Want daardoor kun je er gewoon vanuit gaan. Doordat hij niet echt hybrid mogelijkheden biedt. Dat zijn prijs ook door zijn overall natuurlijk. En zijn cup redelijk laag zal blijven. Nou, de volgende centimid is Gross. Nou, als je hem kent. Hij was dit jaar 75-rated non-rare centimid. Een goede speler. Ja, gewoon prima. High medium work rates. Paar goede statistieken. Het fijne ook aan hem is dat hij ook redelijk goede allround stats heeft. Redelijk moet je een beetje in de aanhalingstekens nemen, want hij is een 75 rated speler. Als ik zeg dat hij redelijk allround stats heeft, dan vind ik dat redelijk voor een 75 rated. Ik bedoel, hij kon goed voor mij dribbelen, kon mij aanvallen, kon af en toe een tackle maken. Ik bedoel, je hoeft geen 80 plus rated verdedigende stats te hebben om een goede tackle te kunnen maken op zijn tijd. Hangt natuurlijk ook af van je eigen kwaliteiten en timing en dergelijke. Maar ik vond Gross dit jaar een betrouwbare speler en ik raad hem dan ook zeker aan volgend jaar voor je starterteam. Nou, op CAM ga ik voor Lewis Holtby. Nou, Lewis Holtby had natuurlijk een paar jaar geleden een heel veelbelovende carrière. Ging naar Spurs, werd uiteindelijk niks. En van vorig jaar een redelijk jaar bij Hamburger SV. Nou, de reden dat niet veel mensen hem gebruikt is omdat hij een medium-high work rates had. Wat voor veel mensen toch een afstoter is. Kijk bijvoorbeeld naar Oscar in de BPL. Wordt ook lang niet altijd gebruikt, wat ik kan begrijpen. Maar wat het goede aan Holtby is, hij heeft redelijke pace, shooting, passing en dribbling. Dat is eigenlijk gewoon wat je nodig hebt in een CAM. Zeker in het begin. Omdat een speler als Kagawa waarschijnlijk niet heel duur zal zijn, zul je vrij snel kunnen upgraden. Maar als je in de beginnende formatie speelt waarin je een CAM nodig hebt, dan is Holtby meestal wel een betrouwbare keuze. Ik weet dat mensen zich trouwens ook af gaan vragen waarom niet Maximilian Maia van Schalke. De reden is dat hij gewoon veel hogere dribbeling heeft, veel meer naam kent en waarschijnlijk iets duurder zal zijn. En ik probeer deze teams voor jullie zo goedkoop mogelijk te houden. Nou, rechtsbuiten hoop ik dat ik deze maand zijn naam nog steeds goed heb. Marcel Risse, nou in ieder geval Risse was zijn achternaam. En het goede aan hem is dat hij 86 pace had dit jaar. Hij was een upgrade van zilver naar gold. En hij heeft ook goede shooting stats. Dan, ja, wat je goed is ook bij zo iemand van 75. Hij had high 70s shooting. Althans, ja, een beetje shot accuracy, shot power, long shots. Dat zijn een paar belangrijke statistieken. Hij had ook aardige dribbling. En hij had geen 4-star skills. Maar 86 pace op een non-rare. Dat zorgt ervoor dat hij waarschijnlijk 400-450 coins is. En rechtsbuiten in de Bundesliga moet je kijken wat je precies wilt. Je hebt bijvoorbeeld Sidney Sam waarschijnlijk nog steeds. Die heel veel hogere pace. Maar omdat hij rare is, zal hij waarschijnlijk op de 800 coins zitten zeker wel. En dat is in het begin, als je het zo goedkoop mogelijk wou, dat toch eigenlijk net iets te. Nou, linksbuiten gooi ik Caligiuri van Wolfsburg. Oftewel Caligiuri als je de TDG Cup hebt gekeken. Maar wat belangrijk is dat hij vaak wel betrouwbaar is. Hoge dribbeling en hoge pace. Daarnaast had hij 4-star skills. Ja, gewoon prima. Het voordeel is van de Bundesliga is omdat je nu heel veel linksmidders gaat hebben. Mogelijk is Kutzer er 1, Schürrle is er waarschijnlijk 1, Royce is er waarschijnlijk 1, Ribéry, Douglas Costa. Weet je, er zijn zat spelers die er waarschijnlijk 1 zullen zijn. Draxler ook nog eens. Dat iemand als Caligiuri waarschijnlijk een beetje in de vergetelheid gaat raken. En dat is waarschijnlijk maar goed ook voor jou als je hem wilt gooien in je starterteam. Daarnaast het feit dat de Italiaans is, biedt natuurlijk ook nog ruimte om een hybrid met hem te maken. Dus als je daar in het begin al naar zoekt, dan is hij waarschijnlijk een van de betere keuzes. Nou, in de spits gooien we Max Kruse. Nou, hij speelt nu voor Werder Bremen. Speelde dit jaar bij Wolfsburg natuurlijk en had een paar zieke informs. Maar ik denk niet dat hij 81 blijft. Dat is hij hier natuurlijk nog wel. Omdat hij een beetje een middelmatig seizoen had, had natuurlijk wel wat informs. Waardoor mensen denken, oh mijn god, dat was een heel goed seizoen. Scoorde niet bizar veel. En omdat hij nu ook naar Werder is gegaan, heb ik het gevoel dat hij misschien 80 of 79 rated zal zijn. Wat helemaal niet erg is natuurlijk, want hij heeft nog steeds heel erg prima stats. Als je hem dit jaar gebruikt heeft, dan weet je precies wat je kunt verwachten. Een spits die goed kan meevoetballen en zo zelf voor paasjes kan versturen voor naar je wingers is altijd handig om te hebben. Dat is natuurlijk ook belangrijk om te weten, zijn er bijvoorbeeld alternatieven voor bepaalde spelers hierin mocht je ze bijvoorbeeld niet graag willen gebruiken. En mijn voornaamste tip is dan, als je wil kijken naar alternatieven, kijk vooral naar de degradatieteams. Weet je, kijk bijvoorbeeld naar een Darmstadt, een Werder, want de reden is dat zij vaak aardig wat laag-rated gouden spelers hebben. En daar kun je nog best wel vaak van profiteren in het begin. Ook zoiets waar je altijd op moet letten natuurlijk, en dat is bij elk fut team in het begin. Koop alleen wat je nodig hebt. Kijk naar een positie, besef een beetje wat je daar zoekt. Weet je, kijk naar jouw speelstijl.
Wil je graag aanvallende CM's? Zoek iemand die redelijk hoge dribbling en passing en shooting heeft bijvoorbeeld. Of wil je meer meeverdedigen iemand? Neem iemand als Bayer, die bijvoorbeeld ook prima als CM kan spelen, ook al is het eigenlijk een CDM. Weet je, het zijn van die kleine dingen, want heel veel Bundesliga CDM's, die zullen waarschijnlijk ook gewoon cheap zijn. Er zijn er zat, Bayer is mijn favoriete voorbeeld. En dat zijn van die spelers die je wel degelijk kunt gebruiken, gewoon op CM kunt gooien, speel 10 wedstrijden met ze en je krijgt automatisch die cam boost. Dat zijn van die spelers waar je op kunt letten. Als je zelf nog een goede suggestie hebt voor de Bundesliga, laat dan vooral achter in de comments. Laat dus ook vooral weten welke competitie jullie als volgende starterteam voor willen zien. Is dat de Eredivisie? Is dat de Serie A? Is dat La Liga? Laat me dat dus vooral weten in de reacties. Ik ben heel erg benieuwd. Sowieso ontzettend bedankt voor alles de afgelopen tijd. Ik weet dat er mensen zijn die wel fan zijn van het type video's dat ik nu doe. Wat betreft heel veel uitleg en informatie geven over FIFA 17. En sommige mensen niet. En dat begrijp ik volledig. Ik weet dat de demo waarschijnlijk binnenkort uitkomt. Ik weet geen exacte datum. Ik zie de vraag wel eens in de comments. Ik hoop gewoon... Een beetje vanaf 10 september ongeveer. Dat is wanneer ik het hoop. Midden september. In ieder geval, dank jullie voor het kijken. Volg me vooral op Twitter als je dat niet gedaan hebt. Net als Instagram en zo staat die link in de beschrijving. En ja, dan zie ik jullie later. Tot ziens.